Sergio Perez mag vanavond de Grand Prix van Miami vanaf pole position starten. De Mexicaan was tijdens de kwalificatie sneller dan Fernando Alonso, die zal starten vanaf P2. En Carlos Sainz, die wist de derde tijd te laten noteren op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Ja, die kwalificatie werd uiteindelijk vroegtijdig afgebroken door een crash van Charles Leclerc, waardoor Max Verstappen geen tijd meer neer kon zetten en dus moet starten vanaf P9. Ik maakte natuurlijk zelf die eerste fout. Ik probeerde op de limiet te rijden en door die fout moest ik de ronde afbreken. Ja, dan is het enorm balen dat je die rode vlag krijgt. Maar dat kan gebeuren op een stratencircuit. Het hele weekend is het goed gegaan en nu sta je negende. Dat is niet waar we willen staan en ook zeker niet waar we moeten staan. Ik ben een beetje boos op mezelf, zo zei hij tegenover Verstappen.com. Ja, vandaag moet Verstappen gaan beginnen aan een inhaalrace. De Nederlander domineerde de vrije trainingen en tijdens de race is Red Bull nog door niemand in 2023 evenaard. Vertrouwen is er dan ook wel genoeg bij Verstappen. Hij zegt dat de snelheid goed is, maar nog niet hoe het moet zijn. Zijn doelstelling is minimaal P2. Ja, we kregen heel vaak de vraag binnen waarom Q3 nou niet werd hervat tijdens de kwalificatie. Want daar waar een rondje binnen 1 minuut en 30 seconden afgerond kon worden, werd Q3 toch niet meer hervat. Waarom is dat zo? Nou, volgens de regels van de FIA moeten bij een hervatting alle coureurs, in dit geval de 9 coureurs, de kans krijgen om een rondje af te maken, een outlap, om vervolgens een snelle ronde te rijden. Anders heeft het geen nut. Nou, dit kon dus niet tijdens de kwalificatie in Miami gezien de overgebleven tijd. Als de FIA had besloten de sessie te hervatten, dan hadden de voorste 3 à 4 coureurs het op volle snelheid had gered om op tijd over de finish te komen, maar de rest niet. En dat is nou precies wat de FIA wil voorkomen, namelijk een oneerlijke situatie. De FIA was van mening dat niet alle coureurs met zekerheid hun outlap af konden maken als de sessie werd hervat. Dan maar einde sessie dus, in dit geval dus einde kwalificatie. Dat pakte niet heel erg lekker uit voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Kevin Magnussen en Lewis Hamilton die moesten zich na afloop van de kwalificatie nog even melden bij de stewards als gevolg van het incident wat er gebeurde in Q1. De wedstrijdleiding heeft uiteindelijk toch besloten om geen straffen uit te delen. De Deen deed dit door extra langzaam door de laatste bocht te rijden en hiermee reed hij echter flink in de weg van Hamilton die vervolgens moest uitwijken en uiteindelijk met zijn voorvleugel in de muur belandde. Beide coureurs zijn bij de stewards geweest en op basis van hun verklaringen en het videomateriaal heeft de wedstrijdleiding besloten geen straffen uit te delen. De FIA geeft hiervoor als argument dat geen van beide coureurs met een snelle ronde bezig was en er dus geen sprake was van het ophouden van een andere coureur of gevaarlijk rijgedrag. Dat is goed nieuws voor Magnussen, hij start namelijk vandaag vanaf P4. En Nick de Vries kan enigszins toch wel positief terugkijken op de kwalificatie in Miami. De Nederlander wisten tot Q2 te schoppen, maar kwam niet verder dan de 15e plek. Hij weet dat het vandaag een lastige race kan gaan worden, maar hoopt toch wel te kunnen profiteren van fouten van anderen. In tegenstelling tot de vorige raceweekenden lijkt het nu iets beter te gaan bij de Nederlander. Nou, gevraagd waarom het dubbeltje nu wel zijn kant op lijkt te vallen, reageert hij het volgende. Ik denk niet dat je het zo moet zien. Het is gewoon een samenkomst van omstandigheden. Als je gewoon lang genoeg erin blijft geloven en je werk blijft doen, dan komt het vanzelf. Het is vroeg in het jaar, dus gewoon rustig mijn tijd afwachten, zo zegt hij tegenover Viaplay. De Vries mag de race vandaag vanaf P15 starten. Hij weet dat het een lastige race kan gaan worden, maar toch heeft hij de moed niet op. Hij hoopt dat er voorin wat gebeurt en dat AlphaTauri een clean wedstrijd, een clean race meemaakt, zodat ze kunnen profiteren van andermans fouten. Ja, zeg het maar, wat denk jij dat er vandaag gaat gebeuren tijdens de Grand Prix van Miami? Doe je voorspelling, de top 3 voorspellingen even in de comments hieronder en dan zien we je later weer. Tot dan! Hoi!